Ja, maar een video. Ik heb een nieuwe game gekocht. Ik heb een nieuwe naam op de Switch. En die heet YouTube. En daarmee neem ik dus YouTube-filmpjes op. Dit is de nieuwe game. Je kan kiezen. Ja, Mario en de kijkers zijn Mario, Luigi, Peach, Daisy, Gele Zot, Blauwe Tot, Rette Yoshi, Rode Yoshi, Gele Yoshi, Blauwe Yoshi, of de Nabbit. Daar ga ik Deze Mario nog doen. beter of zo. Dan mag je. Nou, kan je ook op je eigen naam keren? Maar te beginnen. Volgende bloemenrijk. Hij ligt op de steenworp van het paddenstoelrijk. Maar hier zijn er uitgenodigd door prins Florian. Ze zijn hier voor het eerst en kijken hun ogen uit. Oh, je bloempje klaar. Bloempje. Misschien later. Misschien later. Hey Luigi. Hey. Hallo. Dat is gezellig. Ja, heel gezellig. Hi. Ik wil geen geld. Ja, wie heeft nog de prins verloren? Dank je. Super Bas Wunder. Oké, zo is het game. Ik heb vandaag gekocht. Ik snap er niks van. Hier ben ik zo'n boze. Nee, dit is niet zo'n Peach. Dit is Prins Florian. Nee. Ja, help, ja. Helemaal gehypnotiseerd is ze boze. Was het boze? Heeft hij die wonderbloem gestolen en ons bloem gestolen? Ja. Wat vreselijk. Hoe hij met ons prachtige kasteel gesmolten. Ja, is. Buiten gaat ontzettende pijn ook aanrichten in ons koninkrijk als we hem niet stoppen. Dan moet je buiten weer tegenhouden. Oké. Jullie ons helpen? Oh, dankjewel. Mag ik even mee als gids? Om de weg te wijzen. Momentje. Wat wordt hij heel klein en dan gaat hij met jou mee. De hele route. Ja, nee. Hey, kom weer terug. Kom Josje en dan weer. Kom Josje. Zo later. Ah, dank je. Ik geef jullie veel hoop. Gek doen. Leuk dat er bloemen bij zijn die praten. Beuzen bij je.
Laten we beginnen met de eerste. Welkom in de domme week. Ja. There we go. Ja, inderdaad. Ja, best wel. Lekker water, oké, is er een. Je hebt een bijzonder zaadje stond of zoiets? Ja. Dag. Je hebt een lieve geur van top. Doei. Jee, wonderzaadje. De wonderzaadjes zullen ons van pas komen tijdens ons avontuur. Laten we er nog meer gaan vinden. Oh, laat me niks meer bij de auditie zeggen. Ja, wel, ik heb hier helemaal niks zeg. Nou, laten we nu deze maar doen. Ik zie daar zo achter zo'n verte dat die hier doen. Ja. Ah. Ja, dat ben ik, maar ik ben daar dus. Weet je die
beestjes. En boven ze zingen. De hel, wat is dat? Boze planten. Ja, dat was bijzonder. Je kijkt helemaal naar dat was bijzonder. Niet normaal. In de achtervolging. In de achtervolging. Nou, ik wil staan en ik wil proberen, maar ja, het werkt ze niet. Oh, is toch maar net wakker, hè? Je krijgt geen puntjes, maar iedere keer bij deze kant van het hoofd wel. Ja, dus? Dat is echt irritant. Wauw, dit voelt fantastisch. Het bloemenkasteel en ik zijn één. Ik voel zoveel wonderkracht. Ik voel me sterker worden. En sterker en sterker. Straks ligt de hele wereld aan mijn voeten. Dat is, dat graag.
Wat is die boze vervelend zeg? Ik moet iets doen voordat hij alles hier nog verwoest. We moeten bij hem zien te komen. Ah, die propelbloem. Die propellerbloem, daar. Daar kan ons ze bij in de buurt brengen, oké. Verdoel, mijn papa is een kastjunius. Ik ben heel veranderd van junior, serieus. Niemand kan hem nu nog stoppen, hè? Nu ben ik net gewoon een oefenronde was. Oh nee. Het gaat van kwaad toch erger. Moet je zien. Die plan zich om. Dat ons. Ja, dat plan. Oh, hier is hem het huis gewikkeld, ja. Dat heeft hem. Hè! Ik weet dat. Laten we onze hondenzaadjes gebruiken. Hondenzaadjes buiten gewoon. Ik heb er maar 5, hè? Krachtig, dus kunnen we ons hier vast wel bij helpen, oké? Okay. Nou, ik heb er 3 nodig hiervoor. Ik wil hardcore never die skaten. Waar geschaald wordt, dus dat film heb ik wel gezien ook hierin. Ik was zo bang dat ik de plekken zou verwelken. Maar goed, gelukkig is de dat geheel geweest. Kijk ook even wat we doen. Heb ik niet, sorry. Goeie mening maar. Ja, de Basge. Basge. Ik weet niet hoe je het uitspreekt, maar het is een Basgers. Die hebben allerlei verschillende effecten. Iedereen die door de bloemenrijk reist, maakt er graag gebruik van. Prins Florian, als je zo brutaal mag zijn, ik heb een geschenk voor jullie. Jullie weten ongetwijfeld wel raar met zo'n basge. Ik weet niet hoe je het uitspreekt, oké? Ik noem wel cadeautje van nu, noem ik het wel. Oh, dankjewel. Ik heb er altijd aan één willen hebben. Met de kracht van deze cadeau kan ik iedereen nog beter helpen. Want dat idee doe ik helemaal op. Ik ben blij dat ik mijn steentje kan bijdragen, prins. Jullie zullen tijdens jullie avontuur veel aan cadeautjes hebben. Okay.
Ja, die echte richting is oké. Wat die hoed wel echt. Oké. Okay. Ik doe dit in mijn best. Moet je eens kijken. Er valt hier zoveel te ontdekken. Oh, maar wat is dat? Een pretplant. Dat is zo'n naplant. We hebben meer bonsaartjes nodig. Ja, ik heb er maar 6. Goed. Waar zullen we eerst heen gaan? Als je trouwens de kaart wil bekijken, hoef je alleen maar op L te drukken. Dus op de ding. Ik zie die. Oké. Deze buisje hebben. Ik droog goed de extra op. Ik wil dat nog. Dit is deze. Kom kind tegen. Kende. Niks. I get it. Ja, wat? Wat heb je gemist? Eentje gemist. Thank you.
Kon je net je hulp niet halen? That's how I woke up. Dit is erg wel normaal. Dit? Wondermens muziek. Samen op pad. Laten we deze maar doen. Stop van niks, oké. En blow rush, stop van niks. Hij is nu weg. Maak maar niet zo af. Hoe zou het weer zo allemaal zijn?
Ja, die vind ik teleurstellend. Zo laag. Doe één. Ik denk dat deze games willen dat ik twee keer in deze games doe. Zo'n gevoel heb ik. Laten we teruggaan naar die plek waar we die plant hebben gezien die ergens omheen zat. Dan. Ik wil dat de cadeau die ik jullie heb gegeven goed van pas komt. Het was een ronde cadeautje en die veranderen de acties die je kunt uitvoeren. Maar er zijn ook vierkante en driehoekige cadeautjes. Die komen jullie vanzelf wel tegen. Ja, je hebt geen bloem. Deze kat wel, hoor. Ja, Tommy. Mis je deze katje nog? En toen stond hij zonder weg te lopen, zat hij gewoon op de dak. Mooi bezig, zeg. Ja, mooi lopen. Lizzie heeft Tom waarschijnlijk niet gekend. Ja. Alleen maar Benje, ik en Piet. Oh, schat. Hey. Ik kan dit niet nog keer doen. Kijk, ik heb YouTube waar die te vinden is en pak ik die dan wel.
Zonder te stoppen, oké. Okay. Nee. Je hebt een wonderzaadje. Oké, je moet maar een gietje in dan ingedrukken en rennen. Oké. 10 zijn we hier. Dit is best makkelijk. Televisie is lang genoeg aangewezen. Pap! Wie ziet er een game en een video aan het opnemen ben? Ik ga nog wel geen video's opnemen. Het vrezen die aangewezen heeft. En wat op het plaats vooral. Ik wil dat ding het liefst in stukken slaan, maar hij is zo groot. Met 10 bloemmunten zou ik er korte mee kunnen maken. Ik ga dat toch gelijk die munten geven wij opleens energie. Nee, je gaat echt geen vieze dingen doen, hoor. Nee, dat is helemaal niet vies, hè. Lekker. Dankjewel, ik voel me eens superster. Tijdens een afrekening met die kiezeltje. Nee. Hé, Roodblok. Wat als net in de weg liggen? Oh, prinsesje. Deugel. Zo, die hoort is verdedigd, dan zijn jullie al op. Jullie vinden er nu langs. Ik wil verder die kant te lopen. Ja, ik ben ook. Welkom. Hoi. Ik geef voor jullie bloemmunten is bij ons de Poppelin shop voor alles te kopen. Daarom is het zin. Ik kan alleen maar deze kopen. En deze. Dus ik neem iets van mijn zusje die heel goed kruipt. Slaap lekker. Graag tot volgende jaar. Hoi, aangenaam. Mijn naam is meneer Ateno. En ik ben dol op het maken van contacten. Jij moet bij mij zijn voor alles wat met online spelen te maken heeft. En nu we dat toch over hebben, ik heb een leuke online tip voor je. Beleef je avontuur samen met spelers over de hele wereld. Als je online speelt, kun je samen met spelers overal vandaan het avontuur beleven. Er zijn allerlei manieren waarop spelers elkaar een handje kunnen helpen. Je bent niet als een prima reden om online te gaan, ja toch? Ja, dat doe ik op een andere naam, niet op deze. Ik heb namelijk een online spel en daar gaan we online op. En we mogen online op. De andere mag niet online, want de andere bent op deze naam dus YouTube. Moet ik wel koppelen en op die andere hoef ik niet te koppelen, want daar is de elkaar met. Daar is wel gekoppeld dus. En dan zie je deze rups, binnen met deze wezen.
begonnen. Je hebt een wonderzaadje. Nou, Super Mario was wonder, best leuk. Het is gelukt. We hebben een wereldrace gewonnen. Een traditionele activiteit in het Dommelreek. Oké. De wereld was zo aardig om ons als speciale beloning de superstad cadeau te geven. Die cadeau is erg wat bijzonders. Daarmee begin ik elk level alsof ik een super paddenstoel heb gebruikt. Ja, maar eentje paddenstoel, ja. Zoek een mini, zo'n blauwe, wat je klein. Ja. Een goed idee. Oh nee. Ze hebben zelfs het pimpelees hier overgenomen. Ze bewaren de kostbare schat. En koningszaadje. We moeten doen. We moeten wat doen. Voordat ze het gebruiken om iets slechts mee te doen. Daar heb ik 14 voor nodig. Ik heb er maar 12. Op hoogstage bulwisjes. Dit is het. Hallo. Dus wat is nou zo'n knop die stond in de weg? Hey, wat is dat nou voor gemeen iets? Ik kan vast niet verpassen hier. Ja, wat ga je aan het doen? Ik probeer het nog even te halen. Jette. Dit is voor soms wel opeens. Kan je elke keer skippen. Ik denk dat er een nu. Oh nee. Je bent niet van mezelf geweest dat ik dat kunnen gebruiken nu.
Zo kan je niet komen als je zo klein bent, hè? Heb je daar graag? Ja, ze in Eerbus. Ik ga alleen. 19. Nee, 14, ja. Muurklimsprong. Cadeautest. Oh. Ja, dat zijn het ook wel. Ja, dat zei je net ook al. Dat zei je net ook al. Dank je. Leuk. Knap gedaan. En we hebben de cadeau gekregen die je net hebt gebruikt. Wil je cadeau gelijk gebruiken? Ik kan hem meteen opdoen. Niet nu. Blijf van de buizen weder. Oké. Dan moet jij weten, jij staat hier, bloempje.
8 meter in de dwarsbomen. Nou, goed. Ik heb wel zin om echt met jullie te spelen. Dit prijs is dat ik... Is dan de nok te gevuld met papa's wonderdracht. Ja, ook soms. Daarom keek ik even goed en nu... wat even zwaar, mijn telefoon is zwaar weg. Jullie maken geen schijn van kans. Maar wat grappig om jullie het te zien proberen. Zo. En there we go. Oh no. Dit is een koningszaadje. En zo is onze helden gelukt om het paleis te bevrijden. Met de koningszaadje veilig in hun bezit. Zetten ze de achtervolging in op het kasteel van een gebouwtje. Kunnen ze voorkomen dat Bouwtje zijn snode plannen kan uitvoeren? Die doen echt, die is even niet, die doen ook geen praten. Maar dankjewel. Voor 3 jaar. Als we nog nu best deden. Het kloppende hart van de bloemrijk ligt voor ons in prachtige tulpenkust. Oké, tijd om Bouwtje te vinden. Tulpenkust. Bouwtje moet hier ergens zijn. Wat? Waar is hij? Daar is hij. Nee, waar? Wat? Daar is hij. Die piranha wolken houden ze veel indringers op een afstand. Dus ik kan ongestoord alle wonderkracht verzamelen. En als ik eindelijk genoeg heb om groot wonder uit te voeren,
Zal je wil. Zou je dat dan vertegen? Wat vreselijk. Hoe kunnen we hem tegenhouden? Oh, een gebed hè? Geen idee. Wat doen jullie? Waar is die piranha wolk gebleven? Hoe moet ik nou weten, Wouter? Is dat deze game? Oh, zelf ook niet. Oh, wauw. Dat was allemaal de kracht van één enkel koningshaartje. Ah, natuurlijk. Dat is de oplossing. Ik weet dat ik veel van je vraag. Wil je eigenlijk helpen om nog een koningshaartje te vinden? Tuurlijk. Dat zijn de meest waardevolle dingen die in het bloemenrijk en ik denk dat onze redding kunnen zijn. We kunnen zoals je kunnen de pionnen ook laten verdwijnen. Die rond bootjes cirkelen. Als we allemaal weg zien te krijgen, kunnen we bij bootjes komen. Hoera! Ontzettend bedankt! Laten we dan op weg gaan naar het wolkenplek en een nood en een orde. In een paleis, daar moet aan koningshaartjes te vinden zijn. Oké. Opstaan. Dat was voor vandaag. Super, mij was wonder. Geweldig. Ik zie je in de volgende video. En dan speel misschien ook wel weer dit.